kan niet beter gaan knappen. Als ik dan het goed ga doen in terms om een span te guiden. En dat is waar het gaat. Om een goede kalmte te houden. En ook goede energie te brengen wanneer het nodig is. Zo'n FB hier in de wedstrijd in de Bloemfontein. In de Cheetahs in Bloemfontein. En zullen Shell maken hier in de in het bouwen op. Ons weer, het is altijd moeilijk wanneer naar Bloemfontein te gaan, maar ons gaan niet te veel focussen op wat gebeurde in die verleden. Nie. Ons focus net op hierdie naweekse wedstrijd en ik bedoel, als nieuwe gezicht in hulle span, als nieuwe gezicht in Oostspan. Zoals een nieuwe jaar, is een nieuwe challenge en dat is heel belangrijk voor ons om zeker te maken dat ons goed voorbereid is, zeker te maken als weer wat komt. En ik denk dat we daar al werk in gezet hierdie week. So, morgen is de laatste wedstrijd, dus net heb ik nodig om een goed recap en hopelijk dat die conference van laatste week in hierdie wedstrijd zit. Als dit alles een beetje share van laatste naweek. Ze wedstrijd in de Jaguars, zo hebben we ook een punt bewijs. Zo gaan twee spannen wie ze bij de Esperatus en het gaan een lekker game op. Die jonge mannen wat hier komen, wijs excitement. Hulle wijs, hulle wil in die competitie wees en hulle wijs as die ding een beetje hard is en als beetje sterk gaan bij tijden dat hulle dit kan man-up. So, ik bedoel, ek is wel gewoon om jong mannen te zien zoals Zillen Zas, Hugh Jones en Johnny Kotze even wat binnen kan is. En ik bedoel, als jong mannetjes zoals Jason Colby wat al zoveel ondervinding heeft en is nu 22 jaar oud. Als je super rugby speelt, ik kan nu één ding beloven, daar is geen makkelijke wedstrijd. Je mag je zaak niet weer spelen, je mag je zaak wat die Spaanse namen zien. Dat is niet makkelijke wedstrijd niet. Dus ik kom als super rugby speel. So, en dat is waar het zo is. Want ons wil die beste spannen niet net in de zuidelijke hemisferie zien, maar ook in die wereld.